heren, jongens en meisjes. Als er even uw aandacht zou mogen, ook achterin. Het is alweer het 10e jaar dat wij een ijsbaan hebben hier in Harderwijk. Dankzij een hele hoop mensen. En waaronder de voorzitter van Harderwijk op IJs, dat is Jennifer. Mag ik een applaus voor Jennifer? Ja, dank jullie wel. Daar staan we er weer. En voor het 10e jaar. Echt waanzinnig. Wij zijn als bestuur in ieder geval super trots dat het weer gelukt is. En wat staat de baan er geweldig bij? Wat is bij? Ja, en het is een heel fijn applausje. Wat Laura heeft dit jaar niet een tekening gemaakt, maar een compleet knutselwerk. Hoe kwam je zo op het idee? Mama, die dacht, misschien is het leuk om iets anders te maken. En toen dacht ik, ja, misschien is het leuk om het in een schoenendoos te maken. Ja, het is prachtig geworden en ik kon er niet omheen. Deze was absoluut het allermooiste. En daar ga ik jou ook een cadeau voor geven. Kijk eens, het is een heel klein cadeautje, maar er zit heel veel in. Want er zitten kaartjes in voor de ijsbaan. En met wie ga jij schaatsen? Met Marianne Tine. Maar dat gaat straks. Maar met wie ga je op die kaartjes schaatsen? Wie neem je dan mee? Jennifer. Ja, mag jij ook dan mee? Ik heb een kindje. Ook Jennifer. Dat is leuk. En wie neem je nog meer mee? Mijn zusjes. Ah, dat is gezellig. Zullen we Marianne er ook bij gaan halen? Dan gaan we Marianne er ook bij halen. Want dankjewel Marianne dat jij onze baan wil openen. Daar zijn we heel erg trots op. Hoe is jouw schaatscarrière eigenlijk begonnen? Nou ja, uiteindelijk ook op een ijsbaan, ja. Nou, we zijn bijna zover. Het is nog enkele momenten voordat de ijsbaan van 2016 geopend zal worden. Door deze mooie dames. Ja, zullen we? Het is tijd om af te tellen. Dan gaan we dat doen. En omdat we 10 jaar bestaan, beginnen we bij de 10. Met z'n drieën, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Op je naam een applaus. De Harderwijk op IJs van 2016. There's a reason to rejoice, you see. Get right now. Let the message sing. You're